Dus ik heb de genoegen gehad om met Bimoba te kunnen samenwerken om een case uit te werken rond Kafka. Maar voordat we gaan beginnen aan de intrinsieke werking van Kafka of wat dat Kafka eigenlijk is, zou ik graag eens weten van jullie. Wie heeft er al met message brokers gewerkt en wie draait die in productie? Oké. Ja, goed. Dus misschien dan nog eerst een kleine uitleg. Waarom zou je ooit een message broker deployen? Waarom heb je dat nodig in je infrastructuur of waarvoor zou je dat kunnen gebruiken? Stel je voor, je architectuur is microservice gebaseerd. Je hebt een aantal componenten die resultaten van component A naar component B gaan verschuiven en dan zo op het einde een resultaat bekomen. Er zijn daar een aantal problemen mee. Dus een van de belangrijkste vragen in zo'n microservice architectuur gaat zijn hoe dat je de communicatie doet van punt A naar punt B. Dus dat begint al met, stel nu dat je het over HTTP doet, over een REST-gebaseerd protocol. Hoe zorg je ervoor dat beide endpoints bereikbaar zijn? Hoe gaat je dat afhandelen als de component waarmee dat er verbonden moet worden, dat die wegvalt? Stel dat die component niet mee kan. Je wilt hem data versturen, maar die zit vast of die is gewoon nog bezig. Wat gaat je doen? Gaat je intern bufferen? Gaat je hele verwerking stoppen in je broncomponent? En dan wordt het nog helemaal leuker als je dan ook nog graag zou hebben dat als je eigen component wegvalt en die is bijvoorbeeld nog aan het wachten om berichtjes te versturen, als die zou crashen, dan zijt je die berichten die hij ging sturen, dan zijt je die kwijt. Dus dan kun je al beginnen denken van oké, ik moet replicatie hebben over die berichten die hij wil uitsturen. En dan moet je die replicatie zelf beginnen inbouwen. En om een lang verhaal kort te maken, dat is bijzonder veel werk, dat is bijzonder moeilijk om dat zelf allemaal te gaan valideren en te gaan in te bouwen. En je project zit dan gewoon direct boven zijn budget en ja, groot probleem. Maar we hebben daar een bijzonder standaard component voor en dat heet een message queue. Voor wat is een message queue uitermate geschikt? Letterlijk voor messages van punt A naar punt B te vervoeren. Met expliciete bedoeling dat de component die ze verstuurt en de component die ze ontvangt zo min mogelijk zelf moet regelen om te zorgen dat die messages eigenlijk op hun bestemming terechtkomen. Wat is nog een functie die er gewoon gratis bij komt bij message queues? Het verzenden en versturen van messages kan nu asynchronous gebeuren. Namelijk het versturen en het ontvangen. Het moet niet meer in sync zijn, dat kunnen gewoon twee aparte processen zijn, die kunnen op hun eigen snelheid werken en zo verder. Dus wat gebeurt er dan ook als er een component niet mee kan? Geen probleem, je kunt je message broker zeggen van kijk, jij mag die cachen, hou die in het geheugen en hou die gewoon bij tot wanneer dat de component die ze moet ontvangen en op zijn beurt terugverwerken gewoon terug mee kan. Ook op vlak van reliability zijn message brokers zeer interessant, want die kunnen dan de replicatie van de messages kunnen dan volledig voor zich nemen. Dus dat betekent dan gewoon, als je een message correct is verstuurd naar je broker, dan is je werk als producer van die message is die eigenlijk gewoon klaar. Hetzelfde voor een consumer. Je moet niet verbinding gaan maken met één of meerdere producer van messages. Je kunt gewoon verbinding maken naar je ene message broker of je cluster van message broker en je begint te lezen. En dan message brokers kunnen ook nog andere, meer geavanceerde functionaliteit hebben, zoals flow control, die misschien de rate van het aantal messages bepaalt, de grootte van de buffer, en ga zo maar verder. Nu gaan we het even gaan hebben over Kafka. En Kafka heeft een iets andere origine dan om gewoon te zeggen van het is gemaakt om een message broker te zijn. Dus Kafka, waarom is Kafka gecreëerd? Kafka is gemaakt door LinkedIn. Omdat ze daar bij LinkedIn met problemen zaten dat elke soort infrastructuur die ze hadden, dus een bepaald stukje infrastructuur voor hun logging bijvoorbeeld van een webserver, een bepaald stukje event handling, dus iemand heeft een post geschreven, iemand heeft iets geliked. En dan nog allemaal zo van die verschillende blokjes in de infrastructuur die allemaal op een andere manier met elkaar communiceerden en werden gearchiveerd. Het probleem was, ze wilden al die events die ze hadden in heel LinkedIn, wilden ze samenbrengen in een Hadoop-infrastructuur om daar makkelijk analyses op te kunnen doen. Nu, dat was een geweldig probleem, want de ene data werd
bewaard op NFS en werd zo getransfereerd. De anderen werden overgezet met rsync. Anderen waren dat via RDBMS-processen gedaan. Dus kortom, er was een enorme variëteit aan gewoon middelen om te zorgen dat messages van welke aard dan ook van punt A naar punt B gingen en dan werden opgestaan. Dus LinkedIn heeft dan ook beginnen kijken van oké, wat zijn onze opties hier? RabbitMQ, ActiveMQ, hebben ze allemaal onderzocht. Maar er waren een paar functies die ze eigenlijk misten of die ze raar vonden dat die er niet in zaten. En een belangrijke daar is buffering. Als je een component die messages leest niet mee kan, dan is de bedoeling dat je message broker gewoon die messages bijhoudt in de hoop dat je de consumers van die messages na het einde gewoon terug gaan mee kunnen. Als je dus een cluster dimensioneert van message brokers, dan was dat ook altijd iets dat je moest met rekening houden. Zo van, als de consumers niet gaan mee kunnen, dan moet ik x hoeveelheid RAM of storage voorzien. Voordien een buffer. Wat was de redenering van LinkedIn? Ja, als je daar toch op gaat dimensioneren, als je toch je systemen moet zorgen dat die een buffer daar aanwezig is, waarom maak je die dan niet toegankelijk voor je consumers? Dat ze eigenlijk gewoon zelf in een buffer kunnen zoeken. Dat hebben ze dan ook gedaan. Ze hebben het dan geschreven in Scala en de hoofdconsumer, zo zegt de officiële consumer, in Java. Clients zijn beschikbaar voor elke major programmeertaal, zelfs PHP. Het werd gereleased in 2011, gepromoveerd tot een Apache top level project in 2012. De reden waarom dat zo snel is gegaan is omdat het direct een vrij grote adoptie heeft gezien in de industrie. Er zijn veel bedrijven die daar gezegd hebben van, dat hebben we eigenlijk ook wel nodig. En dus Netflix, Spotify, PayPal, Uber, bijvoorbeeld Bing, alle webpagina's die zij crawlen op het internet worden door hun Kafka gestuurd en dan zijn al hun analyse engines die lezen dan ook direct allemaal uit Kafka. Je kunt bijna elk big data bedrijf kunt je gaan bekijken en gaat er wel ergens waarschijnlijk een Kafka gaan vinden. We hebben dan de originele Kafka developers gedaan, omdat ze merkten van dat staat hier precies wel aan. Die hebben Confluent opgericht. En Confluent is dan zo'n beetje het bedrijf achter Kafka, zoals je voor DataStax hebt voor Cassandra. En Databricks, geloof ik, voor Apache Spark. En zoals elke component die up-and-coming is, moet nu ook een eigen conferentie hebben daarvoor. Die gaan nu voor de eerste keer door in San Francisco. Maar belangrijk voor deze presentatie, de 0.9-versie van Kafka is gereleased in november 2015. En die brengt een zeer aantal interessante functionaliteiten voor consumers. En de implementatie van die consumers in de client voor Kafka. Dus dat wel, Kafka gebruikt een eigen protocol, geen standaard MQTT of AMQP. En die zijn onderweg of die zijn er al voor de meeste programmeertalen. Ik heb het daarnet al vermeld, Kafka is per definitie geen message broker, maar Kafka is eerder een logging service. En ik heb hier even de woordenboek bijgehaald om te duiden van een log is a record of performance events or day-to-day activities, waarmee dat ik wil duiden van. Dat is gewoon een lijst van activiteiten. En Kafka is een server die je toelaat om die lijst van activiteiten te bewaren en dan ook weer raad te plegen en te verspreiden. Dan nog eens verder. Als je nu een Kafka zou proberen, waar vind je Kafka? Wel, standaard in de CDH-distributie. Dat is een kwestie van een vinkje aan te zetten en Kafka is daar. Natuurlijk, Kafka komt of grotendeels overeen met een message broker. Dus voor real-time data is het dan ook maar voor de hand liggend dat die perfecte integratie heeft met Storm, Samza of Spark Streaming. Elasticsearch heeft ook direct mogelijkheden om berichten uit uw cluster uit te lezen en in Elasticsearch te steken of eerst via Logstash. En als je dat een logging service is, is het ook niet meer dan logisch dat Syslog en zo allemaal standaard Kafka producers aan boord hebben. Zodat je eigenlijk al je systeemlogs, bijvoorbeeld die Apache weblogs of noem maar op, je webserverlogs direct naar Kafka kunt sturen. En daar dan bijvoorbeeld direct terug naar Logstash kunt laten lopen. Hoe zit Kafka in elkaar? Je messages gaan altijd naar een topic. En een topic is een verzameling van één of meerdere partitions. Een partition is eigenlijk, dat is uw queue in Kafka.
Een partition is een sequentie van messages die een strongly ordered zijn. Wat dat dus wil zeggen van als je message 012 in die volgorde produceert naar die queue, gaat je die als consumer op exact dezelfde volgorde ook altijd kunnen uitlezen. Dat is belangrijk. Wat is ook belangrijk om te vermelden, dus die ordering guarantee is niet op topic niveau, maar op niveau van zijn partities. Verder heeft elke partitie, en zeker in, ja, als de Kafka cluster uit één node bestaat, is die leider voor alle partities. Maar anders heeft elke partitie een leider en die leiders worden gedistribueerd in de cluster. En die leider voor die partitie is verantwoordelijk voor het bijhouden van de staat van die partitie. En dat is dus eigenlijk die bepaalt van hoe ver ben ik hier gekomen in die partitie, wat was mijn laatste message in die partitie. Kafka is clustered by default. De clustering is gebouwd met Zookeeper. En dus high availability, reliability, dat is. En uit testing is dat ook wel gebleken, dat is grondig. We hebben in heel de implementatie die ik begeleid heb bij WeMobile nog geen enkele bug gevonden die echt in Kafka zelf zat. En we mogen toch al zeggen dat we redelijk wat testing gedaan hebben met Kafka intussen. Dus Kafka is echt wel een degelijk stukje software, dat mogen we toch al besluiten. Maar goed, genoeg met de design slides en de theorie. De praktijk. We gaan een message versturen naar Kafka. Een message versturen naar Kafka, daar heb je twee dingen voor nodig. Een message heeft een key en een message heeft een value. Key en value zijn hier nu gewoon als strings, namelijk een gewone string en een JSON string. Kafka laat die volledig vrij, die verwacht eigenlijk gewoon twee byte arrays. Maar voor het gemak laat je ook string sturen. Uw key moet uniek zijn, per message die uniek is. Ik ga uitleggen wat dat van belang is. En uw value, ja, dat steekt geen wat je wilt. Wilt je de grootte van messages standaard is 1 megabyte, hè, de limiet voor de grootte. Wilt je die verhogen, dan staat gewoon de setting in en dan pas je dat aan naar de grootte die je wilt. Wat is ook niet onbelangrijk, en dat gaat al dieper in de werking van Kafka. Als je een message hebt die dezelfde key heeft in een partitie, gaat hij gedurende zijn log compaction, dus dan gaat hij ja, die log gaan verkleinen eigenlijk en alle oude messages die hij niet meer moet bijhouden gaan wegsmijten, gaat hij ook alleen maar de laatste versie van de message met die key gaan bijhouden. Dus stel nu bijvoorbeeld dat je een lange stream hebt van wijzigingen in een database. Alle velden in je database hebben dezelfde key. Die log compactor gaat daarover. Eindresultaat, nadat hij gedaan heeft, gaat er in je partitie alleen nog maar de laatste versie, de laatste waarde voor die key in je partitie zit. Goed. Start. We gaan dat posten naar topic best message brokers. Goed. We hebben een topic bestaat uit één of meerdere partities, dus naar welke partitie gaan we dat sturen? Wel, je kunt dat uiteraard manueel kiezen, maar standaard gaat Kafka een hash berekenen op uw key, modulo het aantal partities en zo bepaalt hij dan de partitie naar wat hij stuurt. Maar zoals gezegd, je kunt je eigen partitioners implementeren. Wilde jij een round-robin verdeling van al je messages? Wilde jij die sticky maken? Wilde jij je messages sturen naar een partitie die least recently used is, staat je compleet vrij om dat te doen. En ook niet onbelangrijk, het aantal partities kan gewijzigd worden at runtime. Geen restarts nodig, kan perfect on the fly worden gedaan. De vraag die je dan misschien ook al aan zit te denken is van en hoeveel partities moet je nu exact hebben? Wel, een partitie kan altijd door maximum één consumer worden gelezen. Dus Kafka werkt met een principe van overpartitioning, wat zoveel als wil zeggen van normaal gezien gaat je altijd zorgen dat je meer partities hebt dan consumers. Maar als je meer consumers hebt dan partities, well ja, dan gaat je consumers hebben die geen partities kunnen lezen. Zo simpel is het. Maar meer daarover later, want we gaan eerst gewoon verder met onze produce van onze message. Dus we sturen die naar onze Kafka-node, die is één node in onze cluster en die is daar dan ook leider voor. En als alles goed gaat, krijgen we dan een acknowledgement die zegt van oké, ik heb die goed gehad, die zit nu in die partitie. En die gaat dan desgevolg ook kunnen uitgelezen worden door consumers.
Die acknowledgements die kunnen synchronous zijn, dus een bevestiging naar elke message of ook in asynchronous, wat je waarschijnlijk kan willen als je er meer dan 10 per honderdste van een seconde stuurt bijvoorbeeld, want anders gaat je gewoon blokkeren op altijd wachten op die ACK van Kafka. Wat gebeurt er nadat je je acknowledgement hebt gehad als je Kafka-node zou sterven? Wel, dat hangt ervan af. Als je data op disk staat, geen enkel probleem. Als Kafka terug opstart, uiteraard met dezelfde data op disk, ga je daar gewoon dezelfde data terug ter beschikking hebben voor je consumers. Maar, opnieuw, omdat het niet efficiënt is om naar elke message naar disk te gaan en te gaan wachten op disk, eer dat die klaar is met het bewaren van die message, ga Kafka pas altijd naar een bepaald interval de flush en sync doen met disk. Dus het zou kunnen dat er daar messages verloren gaan in een single nodus cluster, dat moet ik er wel bij zeggen, als die flush nog niet gebeurd is voordat je systeem crasht. Ook niet onbelangrijk, standaard staat de logs hier. En vergis je niet, dat is niet de tekstfiles waar hij zijn logging bewaart. Dat is effectief waarin de data van de partitie zit. Standaard staat hij op temp Kafka logs. Dus als je data wil bewaren, is het wel interessant dat je dat ook aanpast natuurlijk. Interessanter wat als het mislukt. Dus we krijgen geen acknowledgement van Kafka of Kafka returnt ons een fout, zegt van er is iets fout gelopen. Dan hebben de meeste libraries die je gebruikt om met Kafka te communiceren, standaard een retry setting voor een message produces. Zodat die automatisch opnieuw gaat proberen zonder dat je daarvoor als gebruiker van die library acties moet ondernemen. Maar als de fout blijft voorkomen of als het gewoon niet lukt om die message te produceren, dan is het aan u, de producer, om die correct af te handelen. En ik wil dus even dat aanstippen voor jullie ook. Dit is maakt gebruik van een stukje Golang-code, die gebruik maakt van de Sarama-client. Dat is een beetje de de facto client voor Go. En dit is bijvoorbeeld, hier krijg je op die channel, die een producer, dat error-channel, krijg je dan de messages terug die gefaald zijn. Die dus niet, na een aantal retries, niet gelukt zijn om te sturen naar de cluster. Ik denk, het is geen moeilijke. Wie ziet er daar een geweldig groot probleem mee? Dus je hebt zojuist een message proberen versturen, dat is niet gelukt. En nu krijg je dat terug op die channel. Nee, de retries zijn niet gelukt. Als je daar zit. Ik weet niet waarom het gaat. Dat is al één ding. En dan ging dat dan ook op verder uitkomt, gelogd, en in dit geval heb ik dat nu wel komisch simpel gemaakt, dat er gewoon iets is fout gelopen. Misschien zelfs nog een count van hoeveel dat er is fout gelopen, maar die message die zijn je nu wel kwijt. En dat is een beetje het probleem dat ik hier wil aanstippen. Als je zo je foutafhandeling gaat doen, dan zet je dataverlies en dan zet je niet goed bezig. Dus in zo'n geval is het wel van groot belang dat je die errorhandeling, die wordt zoveel mogelijk en zo goed mogelijk gedaan door je client zelf. Maar op een gegeven moment kan die ook niet meer niks meer doen in de client. En dan is het dan nu om te zorgen dat je dat deftig logt of alternatieven hebt in je eigen applicatie om te zorgen dat die later opnieuw worden geprobeerd of op disk worden bewaard tot wanneer dat ze terug kunnen geproduced worden. Dus dit is het verhaal van veilig produceren langs uw kant. Wat gebeurt er nu als er bijvoorbeeld een Kafka-node zou sterven in uw cluster? En dan gaan we het uiteraard hebben over replicatie. Replicatie in Kafka wordt eigenlijk beheerd doordat elke topic in Kafka een aantal in-sync replica's heeft. En zoals de naam al doet vermoeden, dat zijn het aantal brokers in uw cluster die volledig mee is met de laatste producers die nadien een topic zijn gebeurd. Die kan dus ook aangepast worden per topic. Dus meestal gaat dat ook 1, 2 of 3 zijn. Dus soms als je echt zin hebt, kun je zeggen van ik heb een Kafka cluster van 6 nodes en ik wil dat ze alle 6 in de match hebben. Dat kun je perfect doen. Maar meestal voor standaard redundantie gaat je daar 2 of 3 gebruiken. Wanneer is een replica in sync? Als de lag, dus hoe snel dat hij kan volgen met de leden van die partitie,
niet groter wordt dan die setting, dus het aantal milliseconden dat daar gespecificeerd staat. En het mag zijn connectie met Zookeeper ook niet verliezen. Als een van die condities niet meer geldig is, dan is er geen in-sync replica niet meer. Ook belangrijk, in je cluster moet er quorum zijn. Het gebruikt Zookeeper, dus minstens 3 nodes. Als je nodes bijplaatst, dan doe je dat per 2. En het aantal ISR's waarvoor dat je een producer moet wachten, voordat hij verder kan doen met een andere message, kun je ook instellen bij je producer. Of kun je standaard instellen met de default replication factor in Kafka, voordat hij een acknowledgement gaat geven van oké, ze hebben het allemaal gehad. Dus om dat even concreter te maken, ik heb met een producer een message geproduceerd. Ik wil alle acknowledgement van al mijn ISR's, van al mijn andere volgers van die partitie, om het zo te zeggen. Ik stuur dat naar mijn leader. Het is de taak van de leader om te zorgen dat die message wordt gerepliceerd naar alle andere nodes in die cluster. Die bevestigen dat ook aan de leader terug dat het allemaal is gelukt. En dan pas krijgt de producer de bevestiging dat uw bericht succesvol is gerepliceerd doorheen de cluster. Ja? Kunnen jullie dat instellen wanneer je een bevestiging krijgt van misschien maakt het dan niet zoveel uit dat je gewoon een bevestiging krijgt dat je het ontvangen hebt en wil je wachten op 2 of 3 replicas? Ja. Dus dan eigenlijk, hetgeen dat je dan instelt, is AX1. Want dan heb je maar 1 ISR en een ISR, er gaat altijd 1 zijn en dat is de leader. En dan wacht je alleen maar voor de leader, zo gezegd. Als je nu al instelt en als er nu 1 bepaalde node is die problematisch is, dan die eigenlijk zijn 8 niet meer passeren. En je wel een 8 krijgt van de leader krijgt een 8 van de andere nodes, behalve eentje, dan kan hij nooit de totale 8 sturen. Wel, stel nu, de node is weg. Hè, wat gebeurt er dan? Het aantal ISR's hier is herleid naar 1, omdat de 2 replica's zogezegd van die partitie zijn weggevallen. Wat is hier zeer gevaarlijk? Als je acknowledgement al zegt, dan zeg je nog steeds van ik wil een acknowledgement van al mijn ISR's. Als dat er maar 1 is, want de rest is gecached, dan heb je ook maar 1 broker meer in je cluster die het in de message heeft. Dus als die dan crasht, dan ben je het gewoon kwijt, want dan is hij niet succesvol gerepliceerd. En dat is een zeer belangrijke dan, omdat het ook altijd, ik kan het anders zeggen, daar is de reden voor dat je de default replication factor in een cluster altijd gaat zeggen op 3. Wat dat betekent, als je al meegeeft, dan gaat hij altijd 3 pakken in plaats van standaard 1. Dus dan gaat je een dergelijk scenario niet meemaken. Opnieuw, dat kan worden aangepast. Standaard in de config, of dat kan gewoon direct runtime worden aangepast zonder je cluster daarvoor te moeten herstarten. Dus opnieuw, als je dat niet aanpast, gedraait dat in een cluster. Ja, het printje zegt het allemaal. Hè. Goed, we hebben dat geproduceerd, alle replica's zijn mee, wat gebeurt er verder? Dus zoals vermeld, de retry policy is optioneel voor uw client. Om dan van het gebruik te maken of dan ook dus nooit je eigen retry policy te hebben. Wat is er ook belangrijk in een producer? En dat is uiteraard heel het concept van te werken met message brokers. Je producer mag niet beïnvloed worden door componenten die na hem in een chain staan. Waarom? Ja, dat is redelijk vanzelfsprekend eigenlijk. Het is alleen de taak van die producer om zijn bewerking te doen, om zijn waarde bij te dragen aan een bepaald object. En dat mag niet worden beïnvloed door anderen, want anders krijg je geen coherent visie meer op die ene component. Dan wordt het één eenbrei zo gezegd en kun je die niet meer schoon gaan monitoren of bekijken. Wanneer is de message beschikbaar naar zijn consumers? Van zodra dat hij een NAC heeft gestuurd naar zijn producer. Vroeger werd die eerst geflushed naar disk in 0.8 en 0.9 is het gewijzigd. Van zodra de NAC is verstuurd, is die ook direct beschikbaar voor de consumers. En ja, over consumers gesproken, als je messages op een topic produceert, is er wel een grote kans dat je ze er ook wilt uithalen. Dus dan wordt een keer tijd om de grote veranderingen in Kafka 0.9 te hebben, en namelijk dat is de manier hoe dat consumers werken. In Kafka 0.9 is een consumer altijd deel van een groep, ook al is hij alleen, dan is hij zijn eigen groep. En elke groep heeft zijn eigen offset
in zo'n partitie die dat kan verzetten om te zeggen van dat is mijn laatste message die ik het laatst correct heb verwerkt. Belangrijk ook, en dat heb ik ook al even aangehaald, een partitie kan altijd maar maximaal door één consumer worden uitgelezen, maar een consumer kan altijd meer partities tegelijkertijd uitlezen. Dus dat is, ja, je schaalbaarheid gaat er dus van afhangen. Als je je partities te laag zet en je hebt te veel consumers, dan gaat die maar het aantal partities werk hebben voor je consumers en de rest gaat er gewoon niks zitten doen. Dus hier zien we het even in een schemaatje. We hebben in een Kafka cluster met twee servers. Een topic die vier partities heeft. Consumergroep A heeft twee consumers. En omdat die in dezelfde consumergroep zitten, gaan die het totale aantal partities onder elkaar gaan verdelen. Dus de ene zegt, in dit geval krijgt consumer 1 van consumergroep A partitie 0 en partitie 3. De andere krijgt partitie 1 en partitie 2. Wat kun je ook doen als je bijvoorbeeld nog een ander proces hebt dat dezelfde data moet uitlezen? Dan steek je die gewoon in een andere consumergroep en dan gaan alle leden van die groep opnieuw alle data zien. Dus elke consumergroep ziet alle data die op die topics verschijnt. Hoe ziet dat er dan bijvoorbeeld uit als je je partities beschouwt? Dus we hebben hier bijvoorbeeld nu een topic met drie partities. Alle messages zijn nu toevallig tot hier gekomen. Wat kan er dan gebeuren dat je consumergroep synchroon en dan ze bijvoorbeeld één voor één uitleest? En dan gaat hij zo netjes altijd opschuiven en zeggen van ik ben tot hier gekomen. Maar dat is ook natuurlijk, en dat gaat in de realiteit is dat ook altijd zo, dat een consumergroep op bepaalde partities op aparte posities gaat zitten. Ook omdat het nooit de bedoeling is dat er op een partitie exact dezelfde hoeveelheid messages zit. Dat hangt ervan af hoeveel dat je erop zet natuurlijk. Als we dan in een chain gaan bekijken, dus we hebben nu een topic waar dat zogezegd al onze bronmessages op binnenkomen die we dan gaan verwerken. We hebben dan drie componenten die in dezelfde consumergroep zitten en die dan alle partities onder zich gaan verdelen en dan allemaal beginnen te verwerken. De intermediaire resultaten zetten we dan bijvoorbeeld op topic 2. Er zijn heel wat minder intermediaire resultaten, dus minder messages. Dus daarom geven we ook minder partities. De kans is minder groot dat we daar zoveel meer andere verwerkingscomponenten voor die intermediaire resultaten gaan moeten bijzetten. Dus daar verwachten we dat we die gewoon lager kunnen houden. En dan tenslotte moeten we ook iets doen met resultaat. En dan kunnen we in een standaardarchitectuur gaat je dan normaal gezien zien dat er een archival gebeurt van de resultaten. En dat je die uiteraard ook naar ergens wegstuurt, naar bijvoorbeeld uw klant. Hoe gebeurt, dat is een beetje de interne keuken van Kafka. Hoe gebeurt zo'n assignment? Hoe gaan die elkaar de partities gaan verdelen? Telkens als je zo'n groep wilt joinen, sturen die gewoon een join group request. Uw consumer geeft een naam mee van ik wil die groep joinen. Wat krijgt hij dan van Kafka? Kafka zegt van oké, welkom in die groep. Jij bent die member. En als er al leden in die groep zitten, dan stuurt hij die ook mee naar u in zijn respons. Goed. Wat doet Kafka ook nog? Die gaat in die groep een leider kiezen. En het is die leider die dan als volgende stap in die procedure gaat bepalen welke partitie er wordt toegewezen aan welke consumer. En dit is echt dus gewoon een stukje engineering van de mensen van Kafka uit. Bepalen aan wie dan een partitie wordt gegeven, aan welke consumer dat die wordt gegeven. Daarom moet je geen code in Kafka gaan steken, dan moet je geen settings in Kafka gaan doen. Het bepalen van welke consumer welke partitie dat je krijgt, gebeurt in de consumer zelf. En dat is dus ook veel dichter bij je eigen applicatie en dan kun je het ook makkelijker zelf gaan controleren. Dus je kunt daar allerlei soorten assignments kun je daar gaan doen. Het is maar dat je wel zelf wilt. Of je gebruikt natuurlijk de standaard range of round-robin assignments. Wat dat je maar wilt. En dan ook een pro-tip die we geleerd hebben uit de debugging-avonturen. Geef ook een client-ID mee. In your consumer moet dit zijn. Dan kun je makkelijker gaan tracen in je Kafka-logs
als je ja, een leuke bug aan het hunten bent. Het belangrijkste hiervan is eigenlijk, wat het heel die groeparchitectuur een zeer belangrijke feature daarvan is, is de failover. Er faalt een consumer. Wat gebeurt er dan? Wel, elke consumer moet, van zodra hij in die groep zit en zijn assignments heeft ontvangen, moet hij beginnen heartbeaten en zeggen naar Kafka om een bepaalde configureerbare timeout van ik leef nog, ik leef nog, ik leef nog. De broker gaat die telkens acknowledgen, maar zegt het is oké. In het echt stuurt het dan error, no error, dus alles is goed. Wat gebeurt er als een consumer weggaat? Dan gaat de broker als respons op alle heartbeats van de levende leden van die groep gaan sturen van stop, er is een wijziging in uw groep, er moet een reassignment gebeuren. Sorry, een rebalancing. En die rebalancing gaat dan plaatsvinden onder de levende members in die groep. En die gaan dan opnieuw alle partities onderverdelen. Let wel, van zodra dat dit gebeurt, wordt de normale consumption van messages wel gestopt. En dan kunnen ze terug verder gaan van zodra dat dit terug is gelukt. En dan is een andere ja, correct weg en hebben ze daar geen last meer van. Het omgekeerde, als je een consumer terug bij doet, er komt een nieuwe broker in een nieuwe Kafka cluster. Dan gebeurt ook altijd dit proces, want er moeten de leaders gewijzigd worden. Of ja, uiteraard, het aantal consumers moet teruggewijzigd worden en er moet een rebalancing gebeuren van uw aantal partities over uw beschikbaar aantal leden in uw groep. Goed, het consumption proces in Kafka. Het is een push-pull mechanisme in Kafka, namelijk de producer pusht en de consumers pullen. Het is geen pub-sub in die manier. Wat moet er dan gebeuren? En dat is intrinsiek in Kafka zo. Je doet al je handling van die message, inclusief het versturen van het resultaat van die bewerking die je gedaan hebt op die message. Dus alle intermediaire resultaten die voortkomen uit de verwerking van die message, moeten al verstuurd zijn vooraleer dat je de laatste stap gaat gaan doen. En dat is zeggen tegen Kafka van, voor die message heb ik alles gedaan en mocht je die een offset zetten als mijn laatste message. Wat is die een offset? Nogmaals, als je consumer crasht en er moet een andere naar beginnen, gaat die beginnen op die een offset die gemarkeerd is geweest. Ik moet er ook even bij vermelden, opnieuw, als je naar elke message die je hebt verwerkt, een commit gaat doen naar Kafka om te zeggen van oké, dat is niet mijn laatste commit, dat is niet mijn laatste commit, dat is niet mijn laatste commit, gaat enorm veel vertraging oplopen door telkens te wachten op Kafka van oké, het is goed, oké, het is goed. Dus de meeste clients, de meeste consumers, gaan het al automatisch even mee wachten voordat ze die een commit doen. Maar je kunt dat ook gewoon zelf controleren. En dan kan je eigenlijk spreken van batching. Als je nu wilt zeggen van, ik wil pas mijn offset committen om de 1000 messages, dat gaat perfect. Je kunt dat ook perfect zelf controleren. Wat kan er hier dus wel gebeuren? En dat is een belangrijke intrinsieke eigenschap van Kafka. Als jij een aantal messages hebt gelezen en verwerkt, je hebt daar de intermediaire resultaten van verstuurd, maar die node crasht en commit in de offset niet, dan gaat de volgende consumer die de partitie ja, krijgt, dan gaat die toch eigenlijk al beginnen bij messages die een andere consumer al correct heeft verwerkt en de resultaten terug opnieuw versturen. Wat dat mij brengt bij deze slide, waarop dat eigenlijk staat van in een message broker heb je altijd twee scenario's, ofwel het most once, ofwel het least once. Wat zoveel wil zeggen, elke message gaat het ofwel maximum één keer zien, of minimum één keer. Namelijk, er gaan dubbele zijn soms. Waardoor kan dat, hoe kan dat gebeuren dat er dubbele messages zijn? Wel, dat juist beschreven, de consumer crasht, maar heeft al zijn resultaten terug naar een ander proces verstuurd. Standaard operational events, dat zijn dan ja, uw netwerkfalen, uw netwerkvertragingen, wat dan ook. In Kafka kunt je ook compressie toepassen op uw stream. Gaat jij gaan zoeken naar een bepaalde offset in die stream, dan ga jij pas beginnen bij de start van een blok, want Kafka comprimeert dan de messages in blokken. En dan ga je dus waarschijnlijk ook al een aantal messages terug binnenkrijgen, die je al gezien hebt. En dat is de laatste functie. En dat is eigenlijk de reden waarom Kafka dan een logging service is, eerder dan een message broker.
Een consumer kan altijd zelf arbitrair kiezen van waar dat hij opnieuw wil beginnen. Dus als je nu gewoon zegt, die component die daaruit leest is gefaald en ik wil opnieuw beginnen, dan kan die gewoon zeggen van oké, dat was mijn laatste punt dat ik zeker ben dat alles goed was en ik begin gewoon van daar opnieuw. Dan is de vraag van ja, tot hoever kan die eigenlijk teruggaan voor zijn messages terug opnieuw te beginnen parsen wel. Dat kun je natuurlijk zeer handig instellen. Standaard wordt elke message in Kafka 7 dagen bewaard. De 7 dagen nadat die geproduceerd is geweest, gaat die pas verwijderd worden uit zijn partition. Wilt je een andere soort van retentiepolicy configureren, bijvoorbeeld op grootte, dan kun je ook zeggen van oké, het aantal dagen dat die bewaard worden, dat interesseert mij niet. Of ik wil daar toch zeker een limiet op zetten. Dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen van ze mogen 7 dagen bewaard blijven. Of als de totale grootte van mijn messages groter wordt dan 1 terabyte, begint ze dan ook maar te verwijderen van mijn systeem uit die partities. Dus dit hebben we eigenlijk al gehad. Als er in een van die stappen iets verkeerd loopt, wel, als er iets verkeerd loopt nadat hij de message heeft ontvangen, maar nog geen intermediair resultaat terug heeft verstuurd, geen probleem. Andere consumer start, begint opnieuw. Als er een fout loopt na het versturen van het intermediair resultaat, maar voor dat hij een offset commit, dan gaat het dubbele intermediair resultaten zien op uw partities. Daarom is het van een groot belang dat uw bewerkingen op uw messages zoveel als mogelijk idempotent zijn. Dus namelijk dat dezelfde message die in uw component gaat altijd exact hetzelfde resultaat zal hebben. Waarom is dat van belangrijk? Wel, je kunt het dubbele hebben, maar als die messages, die resultaten eigenlijk verschillen, maar van dezelfde messages overeenkomen, dan zijn die veel moeilijker voor je om die te spotten, of dat er wel eigenlijk dubbele zijn. Want wat gaat je ook hebben in een Kafka-architectuur? Voordat je resultaten shipt, ga je altijd, en dat is in de naart van het beestje, ga je moeten kijken of er geen dubbele in zit. Als die dubbele effectief dubbel zijn, dan zijn die bijzonder makkelijk om voor je om die erop te sporen en om die dan er eventueel uit te laten. Zijn die verschillend? Zit daar bijvoorbeeld een timestamp in? Of is die verwerking van je messages afhankelijk van het tijdstip waarop dat die gebeuren? Dan wordt het al heel een beetje moeilijker en moet je die deduplicatie intelligenter beginnen doen. Nu, voordat je daarvoor laat afschrikken, dit gebeurt normaal gezien niet te veel. Dat is alleen ja, als er iets faalt of een bepaalde iets gebeurt. Normaal gaat dat niet veel voorkomen. Maar het is wel, Kafka is at least once. Dus je hebt het wel degelijk nodig om zekerheid te hebben over de integriteit van je resultaten die je dan gaat shippen naar je klanten. Goed. Als er mensen zijn die meer operations-minded zijn, dit zijn jullie slides. Wat zijn belangrijk voor u om in de gaten te houden als operationsman of vrouw? Wel, je wilt altijd weten hoe ver dat je partities, het aantal messages eigenlijk voorhand lopen is op je consumers. Wat dus betekent ook, als je consumers te ver achter geraken op het aantal messages dat hier is geproduceerd, dat heet men trouwens de consumer lag, dat betekent dus voor u als operations dat die consumers niet meer mee kunnen. En dus dat je waarschijnlijk de simpele oplossing gaat moeten doen van er gewoon meer consumers aan toevoegen aan die groep en hop, je bent terug vertrokken. De gezondheid van je broker. Het is belangrijk om te checken of dat partities ook effectief succesvol gerepliceerd zijn geweest, uiteraard. Want als dat niet geweest zijn, dan heb je ook geen failover. Disk space availability is ook een leuke om in de gaten te houden. Namelijk, is er geen disk space meer om zijn logs weg te schrijven, dan produceert Kafka gewoon een zeer mooie Java I/O exception. Disk space is full en crasht hij. Einde verhaal. Dus dat is echt wel belangrijk voor u om in de gaten te houden dat hij genoeg disk space heeft of dat die de limieten correct zijn ingesteld voor u. Hou ook in de gaten of dat de partities, het leiderschap over de partities namelijk, correct is verdeeld over de brokers in uw cluster. Als er één broker leider is voor al die partities, gaat die veel meer werk hebben dan alle replica's. En uiteraard, als je netwerk vol zit, dan gaat het repliceren ook niet altijd schitterend mee werken, dus dat houdt ook best in de gaten. Verdere statistieken
zijn geïnstrumenteerd door GMX. Dus daar kun je het gewoon standaard aan met een standaard GMX connector. Dus dan hebben we dan het aantal requests dat hij krijgt, hoeveel requests per seconde, het aantal bytes dat hij gelezen en geschreven heeft, noem ze maar op. Die zijn daar allemaal beschikbaar. Voor deployment. Kafka maakt gebruik van zijn pagecache die hij krijgt uit Linux. Dat is dus gewoon zeer handig. Die steunt daar gewoon op. Hoeft hij zelf geen expliciete caching te doen in Kafka zelf. Omdat het sequentieel schrijven is van die messages op zijn disk, is dat ook uitermate goed geschikt. En een dag van vandaag hoort je dan niet veel voor gewoon traditionele spindles. Dus Kafka is perfect gelukkig met je traditionele magnetische harde schijven. Qua hardware niet zelf. Ja, Kafka gebruikt eigenlijk niet zoveel CPU. Dus een deftige CPU, je wilt wel ECC hebben natuurlijk. Hoeveel RAM? Hoeveel messages wil je in het geheugen houden? Dat is wel een ruwe correlatie uiteraard, want dat speelt samen met je pagecache. En dan ook een belangrijke in productie is, in je cluster gaat een broker verbinden naar zijn andere brokers door middel van zijn hostnaam. Dus als je hostnaam resolvbaar is, dan gaat dat ook niet lukken. Dus let op, dat is effectief zijn hostnaam, dat is niet een FQDN, dus een .domein. Dat is effectief gewoon een hostnaam, dus je wilt echt wel zorgen dat je een resolve.conf goed staat met je search. Naar tooling toe, wat kun je gewoon gebruiken om Kafka te debuggen om daarmee te testen? Kafka CAT is, om het zo te zeggen, de max van een tool. Dus eigenlijk gewoon CAT dat je hebt voor files, kun je dan gewoon een topic meegeven in je broker en dan leest hij gewoon alles uit in een topic, zoals CAT eigenlijk, uit een tekstfile. Dit zijn alle tools die je krijgt van Kafka in de binfolder. Je kunt je access control list instellen, je kunt je configuratie wijzigen. Je hebt hier ook een demo consumer en producer. Dit is een interessante om te zien hoe ver de consumers mee kunnen of niet. Verder, waarvan die het vermelden waard zijn, is je topics. Hier kun je je topics mee aanmaken en wijzigen. Let wel, je topics wat je wil aanmaken is niet nodig in die zin dat als je begint te produceren aan een topic die nog niet bestaat, die automatisch wordt aangemaakt, maar wil je die echter met de correcte instellingen doen, ja, dan ga je dat via die tool doen. En er is ook een mapje voor de minder bedeelden onder jullie Windows, voor als je het op Windows wilt gebruiken. En dan tenslotte heb je ook nog een mooie GUI als je zegt van ja, command line toolkens, dat ligt mij toch niet sowieso. Dan heb je daar iets met veel knopjes en mooie dingen waar je naar kunt kijken. En dat is ook leuk natuurlijk voor operations en om te testen. Dus wat ziet je hier terugkomen? Het aantal partities, hoe dat die verdeeld zijn per broker. Of dat die skewed zijn, of dat elke broker een even aantal partities heeft, waarvan de leider is. En dan ziet je hier ook je partitieinformatie, wie dat er de leider is. Hoeveel replica's het heeft, hoeveel replica's dat er in sync zijn, of dat de geprefereerde leider ook effectief leider is van de partitie, en dan of dat de partitie genoeg gerepliceerd is of niet. Dan laat ik jullie nog met een leuk verhaal van de integratie bij B-Mobile. We kregen op een moment te zien dat de consumers die waren aan het vechten met elkaar. Dus die namen constant alle partities, namen die constant af van elkaar. En we kregen er maar geen idee van waarom dat die daar in godsnaam aan het doen waren. Dus daarvoor zijn al die pro-tips, ook in mijn presentatie van zet u een client ID in uw consumers, die zijn zeer handig. Want, wat gebeurde er? In Kafka is het een timeout, wanneer dan een member als dood wordt gezien, 30 seconden standaard by default. En het aanmaken van zijn consumers, nadat hij in een groep was gekomen, duurde langer dan die 30 seconden. Dus wat gebeurde er? Hij kwam bij de groep, maakte zijn consumers aan, begon te heartbeaten. Kafka zei, ah nee, je bestaat niet meer, want je bent te laat. Sorry, je heartbeat is al verstreken of je hebt zelfs nog niet geheartbeat op dat punt. En ze begonnen dat telkens opnieuw van, ah ja, oké, wat ga ik doen? Ik ga rebalancen. En zo begon dat de hele tijd opnieuw. En dit was in de Sarama cluster in Go. Dus waarschijnlijk een andere library is het probleem niet. Wat hebben we dan gedaan? Het aantal partities verlaagd, zodat je
ja, het aantal consumers dat moet worden opgestart binnen die library dan gewoon minder was en dat minder tijd duurde. Maar wat ook belangrijk is voor jullie dan, en hetgeen dat ik zeker wil meegeven, is van die timeout. Wanneer dan een member als dood wordt gezien, is ook perfect configureerbaar. Als in Kafka moet je het ook instellen in je consumer. Als group max session timeout MS. Maar voor het gemak, voor de mensen die dat in Go willen doen, hebben we toch maar even een issue aangemaakt bij dat project om te zeggen van dat is een lelijke bug, je doet er best iets aan. Ten slotte, RTFM. Dat is een design documentatie van Kafka. Het is enorm van belang en belangrijk dat je dat een keer goed leest. Want alles wat ik hier zojuist verteld heb, staat er ook in vervat. En dan moet echt... Kafka is geweldig plezant om mee te werken, maar moet de werking wel goed snappen om te zien waar de gotchas zitten. En dan tenslotte luister ik graag naar jullie vragen. Ik heb iets opgemerkt, dat is misschien hebben jullie het gehoord, dat ze Zookeeper nummer willen gaan gebruiken in de toekomst. Wat je gehoord hebt is, bij 0.8 werden die intelligente consumer groups werden die gedaan door middel van Zookeeper. Dus er waren uw clients die ook verbinding moesten maken met Zookeeper ernaast en dan zo onder elkaar regelden. Maar nu zit heel die regeling met die consumer groups volledig bij Kafka. Dus de clients moeten geen verbinding maken met Zookeeper. Maar Kafka zelf gebruikt wel nog Zookeeper uiteraard. Ja, de kans is dat je Big Data Cluster aan het draaien bent, dat er al een Zookeeper draait. En ik zie nu, Zookeeper werkt wel goed, uiteindelijk. Maar ze hebben hem daar dus wel, uw clients moeten niet meer verbinding maken met Zookeeper, het zijn alleen de brokers onder elkaar die Zookeeper nodig hebben. Met die master partities of parent partities en de kopies ervan, die replicas, ja. Ergens last gehad van eventual consistency? Nee, dat is een zeer goede vraag, want het produceren en consumen van de partities gebeurt alleen maar van de leader. Dus de replica's die zijn effectief ook maar letterlijk alleen replica's. Uw client kan daar niet aan. En dat is ook de reden waarom ik zeg van, zorg dat uw leaders verspreid zijn over uw cluster, want anders gaat er ene veel werk doen en de rest gewoon repliceren. Dus je kunt nooit eventual consistency hebben, omdat je leest en je schrijft altijd naar de leader. En als je 1000 consumers zet, zitten die allemaal op dezelfde leader te lezen? Het probleem dat je daar beschrijft, lost je op door meer partities te maken. Als dat een probleem zou beginnen worden. Dus dan zorgt gewoon, ja, als je de load van die partitie verspreidt over meerdere, dan kun je het ook weer over meer brokers spreiden en zo verder. Goed. Dan wordt het dessertjes tijd, hè.